Angela de Jong kan er met haar pet niet bij dat de NPO op het gebied van talkshows geen schim meer is van wat het is geweest. Hoe de erfenis van de grote drie Jeroen, Matthijs en Eva momenteel dagelijks wordt verkwanseld, is niet meer om aan te zien, schrijft de beruchte opiniediva van het AD in haar column. De NPO moet orde op zaken stellen als het gaat om de talkshows, vindt Angela. Ze doelt niet alleen op Margriet van der Linden die nu alweer een paar avonden terug is op de buis, ik heb nu alweer de neiging om depressief in bed te kruipen als ik haar morgen een nieuwe hoor gillen, maar vooral ook op de late talkshow op 1. Na een paar seizoenen kun je toch wel concluderen dat op 1 het echt niet gaat worden, aldus Angela. Ze vindt dat er te veel non-talent aan tafel zit. Giovanka Alstjana is de liefste persoon die ik ooit heb ontmoet, ik gun haar de wereld aan leuke programma's die bij haar warme persoonlijkheid passen, maar een late night talkshow hoort daar niet bij. Giovanka bezorgt Angela kromme tenen. Haar gestuntel dinsdagavond, waarbij ze geen idee had wie er aan tafel zaten en wat ze hun wilde vragen, waarna Thijs van den Brink het gesprek overnam, was niet alleen vernederend voor haar, maar ook voor de kijker. Eigenlijk moet Giovanka, en al het andere non-talent, eruit, vindt Angela. Beste NPO, alsjeblieft, erken na 2 jaar dat een dagelijkse talkshow presenteren een vak is dat niet elk persoon beheerst, en kies voor ouderwetse kwaliteit in plaats van geforceerd diversiteitsvakjes aanvinken.